De Denker van Wilhelm Leenbroek uit 1918 is de prikkelende opening van de tentoonstelling Duitse expressionisten, nu in Singelaren. En die expressionisten die verbeelden niet wat ze zagen, niet de zichtbare werkelijkheid, maar die verbeelden het gevoel van hetgeen wat ze zagen. In dit geval het zelfbeeld van Wilhelm Leenbroek die getergd werd door zorgen en door stress. Hoe anders dan de klassieke impressionistische denker van Rodin, het beeld van Singelaren. Duitse expressionisme toont hoogtepunten uit Museum Ostwall in Dortmund. Een zeldzaam bewaard gebleven ensemble van entartete kunst. Duitse expressionisten die in de jaren 30 door de nazi's weg waren gevaagd. En kort na de oorlog was er een vrouwelijke museumdirecteur, Leonie Reigers, die al in 1947 begon met het verzamelen en terugbrengen van die wereldberoemde expressionisten. Zoals Ernst Ludwig Kirchner die hier hangt. Schmid Rottluff, Erich Heckel, allemaal van de Brücke, maar ook de Blauwe Reiter, Kandinsky, Jawlensky. En in de tentoonstelling bijzondere aandacht voor Max Beckmann, de beroemde expressionist in Duitsland, die in 1937 op de vlucht voor de nazi's in Nederland terechtkwam en hier 10 jaar woonde en werkte. Een niet te missen tentoonstelling tegen onverdraagzaamheid, tegen censuur en een pleit voor het individualisme. Emil Nolde, dat is echt een expressionist puur sang. Hij schildert het De Herfstzee in 1910 op een heel klein eilandje aan de Deense kust. En hij schildert het oergevoel dat de koude herfstzee in Noordwest-Europa bij hem oproept. Dus in grote blauwe en witte vegen en daarboven dat zinderende oranje en geel. En in 1913 gaat hij op excursie met antropologen, met medici. Dan gaat hij naar Duits-Guinea en daar schildert hij de tropische zee. Dat hele, dat verzengende, die hitte. En dat doet hij met een monochroom rood doek. Ook weer met die brede vegen waar linksonder in beeld in groen die tropische pramen, die zeilbootjes opkomen doemen als je goed kijkt. Prachtig detail. Maar het gaat dus nogmaals om het gevoel dat die zee bij hem oproept. En dat verbeeldt hij als geen ander. Ernst Ludwig Kirchner was de oprichter van kunstenaarsgroep Brücke in 1904 in Dresden en later in Berlijn. En Brücke, brug naar de nieuwe mens, naar de nieuwe wereld. Al het oude moest overboord. En hier, in deze Strassenscène, straatscène, laat Kirchner zien wat hij daarmee bedoelde. In een hele puntige, snelle, bijna agressieve manier van werken, zelf noemde hij het hieroglyphen. Er verzon er zelfs een woord voor. En je ziet hier de nieuwe mensen in Berlijn, vrouwen in bontjassen, mannen met hoedjes voor de omnibus, de tram, het nieuwe vervoer in de grote stad Berlijn. De snelheid van het nieuwe leven, niets te maken hebbend met het nette tekenen en schilderen van de kunstacademies. Dit ongelooflijk ontroerende en kwetsbare zelfportret van Käthe Kollwitz is misschien wel tekenend voor heel veel van de expressionistische kunst. Want al die kunstenaars en kunstwerken die zijn als het ware tussen de twee wereldoorlogen gesqueezed. Die generatie die heute in Duitsland fühlt, is die generatie van Peter Heurweg, want die hebben de revolutionaire Duitsland voor zich. En alle kunst van die avant-garde van de expressionisten die tegen het establishment inging, die moest weg. En het entartete kunst moest door de Duitse nazi's van de kaart worden weggeveegd. Die moest worden uitgegund. Käthe Kollwitz maakt dit zelfportret rouwend om haar grote vriend Ernst Barlach. Dat was een beeldhouwer en tekenaar van wie meer dan 400 werken verwijderd werden uit openbare gebouwen en musea. Nadat de entartete kunst tentoonstelling in 1937 was gelanceerd. En al die pijn en die angst
komt samen in dit zelfportret. Want haar vriend Ernst Barlach, toen die werken waren verwijderd, kreeg een hartaanval en stierf meteen daarna. Alexei von Jawlensky, een Rus, was een van de oprichters van de Blauwe Reiter, samen met Kandinsky. En dat was een groep die dat geistige in der kunst, het geestelijke, het bijna religieuze in natuur en in de mens als onderwerp had. En Jawlensky doet dat vooral met gezichten. En zoals je ziet, die gezichten worden gereduceerd tot kleurvlekken en tot horizontale en verticale lijnen, zoals bij deze klassische kop uit 1918. Maar hij gaat verder met vereenvoudigen. Kom maar kijken. Meditationen uit de jaren 30, waarvan dit één voorbeeldje is, daar is die in formaat kleiner geworden. En het wordt helemaal gereduceerd, dat gezicht, tot letterlijk een kruis. Dus eenvoudiger kan het niet in horizontale en verticale. En dat kleine formaat had helaas een praktische reden ook. Want von Jawlensky had enorm last van artrose en hij plakte de penseel aan zijn hand, om dan met veel pijn en moeite nog op klein formaat dit werk te kunnen maken. En uiteindelijk dus tot die totale reductie te komen van vorm in zulke prachtige werken. Max Beckmann die wist de dans te ontspringen. Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog. De dag nadat de Antarctica kunsttentoonstelling werd gelanceerd in 1937, met een grote radiotoespraak van Hitler, vluchtte hij naar Amsterdam. En hij zou 10 jaar lang in Nederland blijven, waar hij onder andere in 1940 dit polderlandschap schildert, houtzagers, nou Hollandser kan het bijna niet. En dan 10 jaar later lukt het hem eindelijk om een visum te krijgen voor Amerika. Hij gaat naar New York en in New York, een van de eerste dingen die hij doet, zijn eigen portret schilderen. Dit zelfportret. Een prachtig portret, maar kijk eens goed naar die ogen, dan zie je dat de oorlog hem heeft kapot gemaakt. De tentoonstelling Duitse expressionisten gaat over een groep kunstenaars die ruim 100 jaar geleden het wiel als het ware opnieuw uitvonden in de kunst. En alles was toegestaan. Zij provoceerden bewust tegen de censuur in, betrachten zij individualiteit en vrijheid van meningsuiting. Een statement van alle tijden en zeker vandaag de dag broodnodig.